Ben u daar? Heb u alweer meteen op mij ingetuned? Wat leuk dat u zit te kijken. Ik kan me voorstellen dat u ook meteen nou, terwijl u er net op hebt geklikt, dat u gelijk zit te denken. Was ik nou toch niet bij te kijken? Nou, dat zou ik ook denken hoor, als ik u was. Maar voor als u mij nog niet kent, mijn naam is Marja van Katendrecht. Ik ben de Nederlandse ambassadrice van Rotterdam. En ga ik antwoord geven op vragen. Want ik heb natuurlijk gewoon een mailbox. Dat is dat je bereikbaar bent voor de mensen. Dat kan via Facebook, waar u misschien mij al lang aangeklikt hebt als zijnde vriendin of vriend. Want ja, ik zei altijd maar, ik heb me zo toevoegen, mijn lieverd. Want ik accepteer bijna iedereen. Ja, dus misschien u ook wel. Of misschien kent u mij van YouTube. Op YouTube, daar ben ik ook te zien natuurlijk. Of misschien kijkt u voor het eerst nu naar mij en denkt u, God, wat is dit? En waar gaat het over? En misschien moet ik dit wegklikken. Misschien moet ik dit gewoon wegklikken. Maar dan zeg ik, nee, je moet even wachten. Want dat is het leuke met flows, dat als je ernaar kijkt, dat je er vaak ook iets voor kan krijgen. En dat ga ik ook doen hoor, want dat moet van de mensen om me heen. En aan het eind van deze vlog gewoon lekker iets aan u weggeven. Maar goed, het is ook bedoeld dat u een kleine blik gerund wordt in mijn privé situatie. Gewoon lekker bij mij thuis. Want vaak denken mensen, hebt u vrouw nog wel een privé situatie? Maar zoals u ziet, heb ik die wel. Ik zat een briefje te maken voor mijn schoonmoeder, omdat ik daar altijd boodschappen doe. En zoals ik al zei, ben ik naast alles wat ik doe ook Tupperware consulent sinds 2 jaar. En daar wil ik het vandaag graag over hebben. Want in mijn e-mail, via de e-mailbox, krijg ik heel veel vragen. Andere vragen die ik krijg als de Nederlandse ambassadrice, maar vaak over een Tupperware product. En dat kan ik wel begrijpen. Want als ik een Tupperware party bij u kom geven, dan geef ik altijd heel veel informatie. En aan het einde van de avond denken mensen, ik wil het, ik wil het, ik wil het, ik wil het, ik wil het. En dan krijgen ze thuis een week later en dan denken ze, oh, moest ik daar nou ook alweer mee? En ik dacht, misschien kunnen we de flows ook gebruiken om af en toe iets over zo'n product te vertellen. En vandaag wil ik graag meteen een van mijn eigen favoriete lievelingsproducten uitleggen aan u. En dat is dit product. Dat is namelijk dit. Tata. En dat heet de micromaatkan. Dit is de micromaatkan van Tupperware. En het ziet eruit als een kleine maatkan. Maar niks is minder waar, want dit is niet zomaar maatkan. Dit is namelijk een pan. Hè? Wat een pan, een pan, een pan, een pan. Ja, een pan. Het is een pan. En wat je er allemaal mee kan, dat ga ik u nu vertellen. Want bijvoorbeeld een vraag aan u. Lekker thuis, bak je wel eens spekjes? Bak je wel eens spekjes uit? Hè? Ja, kijk, spekjes. Ja, dit zijn gewoon spekjes. En dan doe je dat misschien thuis gewoon lekker in je koekenpannetje. En dan doe je dat zo op je gasvel zetten. En misschien heb je een kookeiland, hè? Of heb je geen kookeiland, maar gewoon een gasten met zo'n muurtje erachter. En dan ben je die spekjes aan het bakken en dan ben je klaar ermee. Terwijl je heel de tijd erbij hebt gestaan. Zit heel je aanrecht onder de spetspetters, hè? Maar ook het muurtje erachter. Tenzij je natuurlijk een kookeiland hebt. Want dan is je hele vloer, zeg maar, onder de spetter. Nou, dan pak je een warm doekje, maar dat doe je net iets te koud lauw. En dat trek je dan zo over je wand en als muts zit alles onder de spek. En de hele avond ruikt je huis naar de spekjes. Nou, daar heb ik de oplossing voor. Tenminste, niet ik, maar Tupperware. Die heb voor u de oplossing met de micromaatkan. Ik ga uitleggen hoe die werkt. Want stel nou dat ik bijvoorbeeld spekjes wil maken. Hè? Het is een vraag die ik vaak krijg. Hoe deed u dat ook alweer, mevrouw van Katendrecht? Nou, in de eerste plaats pak ik de micromaatkan en ik pak een pak spekjes. De pak spekjes, dan knip ik open met, nee, mijn Tupperware schaar. Tata, daar is die. De Tupperware schaar. Ik ga daar dadelijk nog wel iets meer over vertellen waarom ik daar zo fan van ben. Nou, je ziet, ik knip dit gewoon zo. Hupsakee, open lekker. Hupsakee, en ik tief die spekjes in de micromaatkan. Hupsakee, doe je niks aan. Je schudt het een beetje en vervolgens pak ik het deksel. Bekjes. Ik doe de lippie met de gesloten kant naar voren. Doe ik zo op de micromaatkan zetten. En dit zet ik in zijn geheel 2 minuten in
de microwave. Dat is dan natuurlijk Amerikaans van Warren en Tron. Zo, dat zet ik op 2 minuten. Kijk, en nu begint dus eigenlijk het genot van tempen. Je ruikt nu, begin je al een beetje toch vanuit de marnetron, een beetje het spekgeurtje te luisteren. Hij zegt ping, dus ik kon hem zo eruit halen. Dan denken we nu misschien zijn de spekjes klaar, maar dat is niet helemaal waar. Ik ga het echt zo, dat is niet goed hoor. Op deze manier zo. Het lijkt even goed, jongens, want anders dan blijf ik aanrommelen. Zo. Nou heb ik de spekjes 2 minuten in de magnetron gedaan. Ik doe het lipje met de voorkant, met de streepjes aan de voorkant. Want het is nu een sopperige soptoestand en ik wil natuurlijk knappere spekjes hebben. Dus daarvoor giet ik het overtonnige vet, dat giet ik even af. En dat doe ik op deze manier. Zie je dat hoeveel eruit komt? Nou, dat wil je natuurlijk ook helemaal niet in je lichaam. Dus dat giet ik zo even af. Ik schud het zo nog een beetje door. En wat ik dan nou doe, is dat ik het opnieuw 2 minuten in de magnetron zeg. En dan denk u misschien zo, wat een gedoe. Maar het is helemaal geen gedoe. Want dit was al het werk. Terwijl normaal sta je 6 minuten in die pan te roeren. En het duurt nog steeds maar 2 keer 2 minuten. Is 4 minuten. Nou, goed. Dit is dan, dat kan dan even zo weg. Hupsakee. En dan pakken we een nieuw bakje. Pakken we vast uit de keukenkast. Want daar tieven we zo meteen die spekjes gewoon lekker in. Hupsakee. Ja. Nou ja, verder denken mensen natuurlijk wel, misschien ook nu van, ja, gaan we nou alleen over Tupperware zitten praten? Maar nee, dat is niet waar. Deze vlogen wel, maar in mijn andere vlogs, waar u zich trouwens ook op kan abonneren, daar kan u hierboven iets voor aanklikken. Of beneden, dat weet ik nog niet precies. Daar kan u iets aanklikken. En dan kan u zich ook abonneren. Dus als u denkt van, nou wil ik wel een keer wat anders zien ervan, dan kan u gewoon, want dan krijgen we een pop-op. Een pop-op, een pop-op, een pop-op. Dat betekent dat als u uw computer hier aanzet en ik iets nieuws heb gedaan, dat u daarvan dan gelijk een melding krijgt. Dat komt dan zo opgepakt. Pops, en daarom heet het ook een pop-up in uw eigen scherm, zodat u dan naar mij kan kijken. Het zijn van dit filmpje iets weggeeft. Ah, ping! Iets weggeeft. Ja, dan komt het dan dadelijk wel terug. Goed, nou, u hoort het. Het was ping. Dus ik kijk zo nu in de micromaatkan. Ik pak heel even het lepeltje. Ik roer het allemaal heel even zo lekker door die spekjes. En ja, geloof het of niet, maar als ik dit dadelijk door mijn krootjes gooi, zonder dat mijn huis ergens naar ruikt, zonder dat ik dadelijk een grasstel of de vloer om mijn keukeneiland of het muurtje de artenschoon moet gaan lopen maken, heb ik hier krokant uitgebakken spekjes. Die zijn om te smullen. Ze zijn knapperig. En ik kan ze zo, hupsakee, in een bakje even wegzetten. Ja, wanneer geef ik nou iets weg? Ik geef iets weg als u abonneert of een nieuwe vriend op Facebook wordt. Maar vooral als u dit filmpje deelt en liked. Hoe vaker u liked, hoe vaker u deelt, hoe vaker u kans maakt op een prijs. En dan denkt u misschien, ja, maar mevrouw van Katen, wat kan ik winnen dan? Nou, tata, dat is dit. Het is een Tupperware fles. En het woord zegt het zo, het is gewoon een hele fijne drinkfles van Tupperware. Het is trouwens de enige fles op de wereld die wel lekdicht afsluit, altijd lekdicht is. En waarin je ook gekleurde spullen kunt stoppen, zoals bijvoorbeeld rode waard. Als u het leuk vond, deze vloog. En als u er wat van vond, dan zou ik het ook graag horen. Daarvoor kan u naar de commands. Dat staat hieronder, kan u wat invullen. Of dus delen. Oh, delen op de Facebook. En wie weet dat deze prachtige fles binnenkort naar jou komt. Ik vond het leuk dat je kijkt. En ik zou zeggen, tot de volgende vlog. Abonneer, hè. Dag, lievertjes. Dag, hoor. Dag. Dag.